Ja, Saskia, je bent kerstverse Mrs. Glamour 2019. Je hebt 3 weken geleden jouw titel behaald. Hoe voelt het nu? Dag Johan. Ja, het voelt nog altijd heel goed. We hebben al heel veel leuke activiteiten gehad. We staan hier nu bij Dress to Impress in Mol. Het is hier vandaag braderij. En hier hebben wij een tweetal weken geleden een superleuke shoot gehad. Ik sta hier bijvoorbeeld ook bij een setje dat ik toen heb aangehad. Ja. Leuk. Echt heel leuke zomerse kledij, dus kom zeker allemaal even langs op de braderij. Ja. Daarnaast hebben we ook nog een leuke dag gehad bij Josh in de winkel in Valkenswaard. Daar ook nog even naar zijn collectie gekeken en uiteraard geshopt. Ja. En volgend weekend staat er mij ook een défilé voor hem te wachten in Amsterdam. Ja. Zeg, je had al direct meer al internationaal. Ja, ja. Naar onze noorderburen nog niet zo heel ver, maar het is al een stapje verder. Je bent zo enthousiast, het bevalt je tot nu toe, denk ik wel. Hè? Ja, zeker. Ik geniet er ten volle van. Wat vond je man er nu van? Heel fier. Ja, hij is heel fier dat ik met de titel ben gaan lopen. En hij steunt mij nog altijd in het avontuur. Ja. En de vrienden en familieleden? Ja, die zijn ook heel blij. Ja, die zijn euforisch. Ja. Vooral de mama. Dag mama. Oké, wat staat er nog op programma buiten Amsterdam straks? Ja, sowieso Turkije in de herfstvakantie. En verder zullen er nog wel enkele shoots ingepland gaan worden. En misschien her en der nog een casting, finales meepikken van andere verkiezingen. Maar heel breed allemaal. Zeg, ben je nu veranderd in die 3 weken tijd? Denk het nog niet. Nee. Nog niet? Dus, ja. Denk je dat je gaat veranderen na een jaar? Ik denk dat ik sowieso ga groeien, ook in het spreken toe. Maar geen een dikke nek krijgen. Nee. Dat is niet de bedoeling. Maar wat doet dat nu met een mens om zo constant, want je staat eigenlijk altijd in de belangstelling. Wat doet dat nu met een mens om altijd zo in die belangstelling te staan? Goh, goeie vraag. het is wel leuk, maar... Het is nog aanpassen, dus ja. Ja. Ik weet het niet zo goed. Nee, oké. Okay. Goed. Ik ga je in ieder geval heel veel succes wensen en we zien elkaar nog, hè. Zeker, dankjewel. Alsjeblieft.